Dit is de video van het NK wegwedstrijden voor de vrouwen. Veel kijkers. Wat een onvoorstelbaar talent. 20 jaar jong. Hij wordt opnieuw kampioen. De commentaar van Pascal Eekhoorn. Zo komt alles binnen. Nou hebben we weer. Iedereen langzaam maar zeker over de streep. Geweldig gedaan, mannen. Prachtig. Applaus voor de uitbreidend en nieuwe Nederlandse kampioen bij de beloften, Fabio Jacobsen. Allemaal voor Fabio. En wat had hij het moeilijk? Hij komt het challenge met Stef Krul. En Hartijs de Vries. Dan zal allereerst de rood-wit-blauwe trui overhandigd worden. En dat gebeurt door Frank van Veenendaal, hoofdbestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Wielrenunie. Zo, dat is een gewoonte geworden, zo langzamerhand voor Fabio. Maar het is natuurlijk wel een prachtig gezicht. Fabio Jacobsen, opnieuw dus, Nederlands kampioen.
En daar horen de medailles bij. Rob Visser, wethouder Montferland, gaat deze medailles uitreiken. Allereerst de gouden aan Fabio Jacobsen. Met de felicitaties van Rob Visser, dan mag u natuurlijk uw felicitaties middels een applaus bij doen. Dan mag u blijven klappen voor de tweede man, voor Stef Krul. En voor de derde man, Hartuis de Vries. Want hier staat wel een geweldig podium. De mannen mogen nu op het podium gaan staan. Dan komen onze rondemissers nog verrassen met de bloemen. Bloemen voor Fabio Jacobsen, bloemen voor Stef Krul en bloemen voor Hartuis de Vries. Dames en heren, dit is het podium van het Nederlands kampioenschap wielrennen op de weg voor de belofte. En natuurlijk gaan we tot slot hiervan de vlag hijsen en luisteren naar het Wilhelms. Ja,
de schaatsen ook al onderweg? Ben de schaatsen ook al onderweg? Irene Wüst? Mag u een enorm applaus op laten klikken voor de Noordelijke Wielervereniging Groningen. We pikken er één uit. Hier is... De beste schaatser uit de wereld, Irene Wüst.
Ja, dat is het juiste antwoord. Maar dat komt al niet. Spiegel helemaal niet op. Wat zei je? Maar die komt naar de spiegel. Ik weet dat ze alle drie heel normaal gaan. Dus die man die blijft maar vragen. Ken ik. Oké, ik prongelijk al. Van de gemeente Bontferland. Het is niet de eerste keer dat hij hier staat. We zijn er weer aan de zoeken, maar niet zo'n kleur helpen. Ja, en toch is hij al. Dat heb ik niet meegenomen. Ik praat altijd. Kan er nog ergens bij tussen gepropt worden? Ja, dat doet allemaal goed. Nog even het lijntje iets meer. Ja. Zo kan het. Van de wijk Nietjes. Nietjes. We gaan richting de laatste minuut voor de start. Uw wedstrijd gaat over 8 ronden. Dan vertrekken we. 23. Ja. Het gelet. We zijn vertrokken. Ja. Nederland kampioenschap is weggeschoten door de wethouder Tanja Moe. En dat is een heel groot veld. De eerste drie, die zien we daarvan terug op de huldiging.
zitten er ook dames bij die wel eens heel hoog zouden kunnen eindigen in die Nederlandse titelstrijd zonder contract. Laten we eerst die zaak maar gewoon voorbij laten gaan. Want die zaak die moet gewoon even vanaf de computer opgemaakt worden, vanaf de uitslag. Wat hebben ook deze dames allemaal geweldig gekoerd. De nieuwe Nederlandse kampioene zonder contract, Marjolein van 't Geloof. Marjolein aanwezig. Hier komt nummer 2, Evie Kuipers. En als derde op het podium, uit Stadskanaal, van Wielenvereniging De Kannibaal, Marije Meijering. En Marije Meijering beschikt over de grootste fanclub hier vandaag. Althans, met het meeste lawaai. De rood-wit-blauwe trui zal eerst worden overhandigd door Marije de Vries, lid van het hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse Wielrenunie. Het klinkt fantastisch, Marije. Ga je gang. Marjolein van 't Geloof, ze stond al bij de junioren, ook al eens op het podium. Nu dus die rood-wit-blauwe trui. Met de zoenen van Marijn erbij. Voor Evie Kuipers ook. Blijft u klappen alstublieft. Want ook voor Marije Meijering. En er komen natuurlijk medailles bij. Die worden door gedeputeerde door Markink overhandigd. Allereerst weer de gouden medaille voor Marjolein. Een fantastisch moment natuurlijk voor Marjolein. De zilveren medaille voor Evie Kuipers. En terwijl Marjolein het nog steeds niet kan geloven, de bronzen medaille voor Marije. Dames en heren, dit wordt het podium. Want ze mogen plaatsnemen op het podium. En als afronding de bloemen voor de nummer 1, 2 en 3. De bloemen ook voor Evie. De bloemen waren er al voor Marjolein. En nu dus de bloemen voor Marije. Dames en heren, het podium van de Nederlands kampioenschap, dames zonder contract. Dames en heren, ik wil geen applaus, ik wil een ovatie voor Chantal Blaak. Yeah. Nummer 2, Anoushka Koster. Team Sunweb, Floortje Makaay. En ook nu zal de rood-wit-blauwe kampioenstrui door Marijn de Vries worden overhandigd. In dit geval dus aan Chantal. We zullen het heel netjes doen. Dit moet wel even rechtop. De nieuwe Nederlandse kampioene, Chantal Blaak. De medailles. Overhandigd weer door gedeputeerde Jan Markink. Zelf een sportman in hart en nieren. Betrokken geweest bij de organisatie van de stad van de Giro vorig jaar. De medaille. Moet wel even goed, ja. Altijd lastig. Spiegelbeeld.
Dan de medaille voor Anoushka Koster. En de medaille voor Floortje Makai. Zo, en dan mogen jullie op het podium gaan staan voor de bloemenhulde. Allereerst de bloemen dus voor de Nederlandse kampioenen. Voor Chantal Blaak. Helemaal compleet nu, daar staat ze. Nederlands kampioene. Het moet nog doordringen, maar oh oh, wat een verdiende zegen. Tweede bloemenruiker voor Anoushka Koster. En tenslotte de bloemen voor Floortje Makai. Zo, dit, dames en heren, is het podium van het Nederlands kampioenschap wielrennen op de weg voor vrouwen met contract. Zo, en dan gaan we de andere drie... Even de volgende. Even de dames alleen, hè? Even de dames tevoren. Nog ook. Anoushka, bloemen, weg. Hij is Anton. Zo, die foto's hebben we en dan gaan we het podium dubbel bevolken nu. Marjolein komt naast Chantal te staan, op één. Marije naast Voortje, op drie. En Anoushka en Evi proberen ook allebei ruimte te vinden op nummer twee. Dames en heren, de vlag wordt gehezen hier links. En we gaan luisteren naar ons nationale volkslied, het Wilhelmus, als afsluiting van deze hulde. Bedankt voor het kijken. De video van de mannen.